De Inter-Guyanese Spelen die zullen starten van 16 tot en met 20 november. En, of ja, starten 16 november. We hebben dan de openingsceremonie. En er zal natuurlijk heel veel te beleven zijn in en rondom Paramaribo. Dus heel wat sporters die zullen in actie komen. En we hebben dan daarom ook gesproken met vertegenwoordigers van de IGS die ons alles vertellen hierover. Nou, we hebben de Inter-Guyanese Spelen na 6 jaar weer in Suriname. Van 16 tot 20 november, de wedstrijddagen. Die zijn dus 17, 18 en 19 november. En we hebben de openingsceremonie op 16 november, donderdag 16 november. In Anthony Nesty Sporthal en we starten om 6 uur. De gasten gaan dus weer weg op maandag 20 november. En we hebben dus 7 takken van sport die dit jaar meedoen bij de IGS. En die zijn dus schaken. We hebben tennis, we hebben voetbal, we hebben basketbal, volleybal en atletiek. Hoeveel atleten zullen aan meedoen? Van Surinaamse zijde moet dat ongeveer 181 zijn. Dus samen hebben we een quota vastgesteld dat er als iedereen mee zou doen, komen we op 3x 167 aan sporters. Maar waarschijnlijk zijn er bij bepaalde landen wat uitvallers bij bepaalde takken van sport. Dus we zitten op ietsje minder dan dat. Voor zo'n groot toernooi zijn er best wel kosten aan verbonden. Hoe ziet uw kostenplaatje eruit? Nou, het ziet er natuurlijk hoog uit, want het organiserend land die moet voor alles zorgen. Maar we proberen zo een beetje te werken met wat we hebben gekregen om alles rond te krijgen. Is eigenlijk alleen het organiserend land die de kosten, het hand uit gaat steken voor zo'n toernooi? Zodra de landen de grens oversteken, is alles voor ons. Hoe ziet het dagprogramma eruit? Hoe verloopt alles? Dus we hebben 5 speellocaties en in de Ismi van Wilgen Sporthal hebben we daar volleybal en basketbal. In Streepie Stadion hebben we voetbal. In Residence Inn hebben we schaken, de dolfijn, zwemmen. Atletiek hebben we in AK Stadion en tennis in Oase. Welke leeftijdklasse doen daar mee? 13 en 18 jaar. Het is eigenlijk de eerste keer dat we een ondergrens hebben bepaald bij IGS. Normaal gesproken, vroeger was het ook dat het 19 en onder was, maar nu hebben we bepaald 13 en 18. Zijn de tijden ook al bekend bij u? Ja, de eerste wedstrijden die starten al op vrijdag 17 november om 9 uur 's morgens. Dan hebben we voetbal om 9 uur in Streepie Stadion. We hebben atletiek om 9 uur in AK Stadion. En tennis die begint ook om 9 uur. En daarop volgend hebben we volleybal om 10 uur in Ismi van Wilgen Sporthal. En daaraan sluitend basketbal. En zwemmen hebben we dus zaterdag om 5 uur in de middag start het in de Dolfijn en ook zondagmorgen. Bij de vorige editie is het toch wel opgevallen dat de ploegen toch wel, u had ze in 2 delen verspreid. Nu is het alles in het geheel. Kunt u dat meer een beetje uitgebreider uitleggen waarom? Dus ik denk dat men een model heeft bedacht toen. Omdat er ook meer takken van sport waren bijgekomen in 2017. Ik denk ook in 2016 moet het zo geweest zijn. Dat men een deel in Guyana deed. En was het eerste deel in Guyana en het tweede deel werd in Suriname. Vorig jaar, toen Guyana het weer heeft opgepakt om IGS te organiseren. Dan hebben we ook voor het eerst ook een uitbreiding gehad van het aantal takken van sport. Dit jaar hebben we dus dit ook weer zo gepland, maar vanwege de verschuiving van IGS zijn er een paar takken van sport dus uitgevallen. Bijvoorbeeld tennis was vorig jaar de eerste keer dat tennis had geparticipeerd aan IGS. En dit jaar doen ze dus voor de tweede keer mee. Heeft u nog iets aan toe te voegen? Nou, ik wil de Surinamers oproepen om de sporters te komen aanvuren. Zodat we een leuke Inter-Guyanese Spelen hebben. Het geheel is gratis. De speellocaties zijn bekend. De tijden zullen we dus ook doorgeven, zodat de mensen weten waar ze
ook kunnen zijn voor het evenement.